In Mariendaal is de overzichtstentoonstelling van Ton Gravelijn te zien, van het werk dat hij de afgelopen 40 jaar heeft gemaakt. Onder andere linoleumdruk, gouaches, olieverf en de laatste tijd ook aquarellen. Het werk is veelzijdig, vol symboliek en er valt van alles in te ontdekken. De tentoonstelling is te bezichtigen tijdens de openingstijden van Mariendaal. Hoe is het zo dat jij in de kunst terecht bent gekomen? Is dat een bewuste keuze van jongs af aan? Ik had al heel vroeg het idee van dat ik toch wel zoiets zou willen gaan doen. Ja, ik heb dus de kunstacademie gedaan in Den Bosch. En daarna ben ik vrij gaan werken. Zo nu en dan een opdracht, maar hoofdzakelijk vrij werk. Dit is een linosnede. Kun je wat over die techniek vertellen? Linosnede houdt in dat het uitgesneden is. Dat betekent met gutsjes aan de slag gaan. En alles wat hier op wit is, dat is uitgesneden. En wat zwart is, dat is ingerold met inkt en wordt later weer afgedrukt. En daar komt papier overheen, over die plaat. Krijg je de afdruk. Die doe ik met een lepel, met een houten lepel. Wrijf ik over het papier en dan blijft de inkt op het papier zitten. En dan trek ik dat vel eraf en dan heb je de print. Ik maak meestal 20 afdrukken. Een heel andere techniek is een gouache maken. Een gouache, waaruit bestaat die? Wat voor materialen zijn dat? Ja, dat is op papier. Dat is geschilderd met een verf op waterbasis. En die verf is dekkend, dat wil zeggen deze verf is laag over laag en dan zie je de onderlaag eigenlijk niet meer. Die behoefte aan kleur, was dat de reden dat je stijl veranderde of is je stijl veranderd doordat je kleur bent gaan gebruiken? Nee, ik ben bewust met kleur begonnen om ook iets anders te kunnen vertellen dan wat ik in mijn prenten kwijt kon. Ja, in de loop van de tijd verandert een mens. En ik kreeg toen toch behoefte om een ander soort verhaal ook te vertellen. De gouaches die zijn toch langer gebleven. Die heb ik meer gemaakt dan olieverf. Ik zit nu ook te denken aan aquarel, om daar weer andere dingen mee te kunnen gaan doen. Want elk materiaal daagt weer een andere voorstelling ook uit. Hè? Om een andere sfeer heeft het in zich. En dan kijken wat er dan mee gebeurt ook zo. Ja, dat heeft zich ook ontwikkeld van sterke symboliek. Andere beelden die ook iets vertellen over het leven. Nou ja, het landschap trekt me ook nog steeds. En dan gaat het vooral over de sfeer. Ik heb een keuze gemaakt uit mijn werk. En ik vind elk werk heeft een eigen zeggingskracht.